zie mijn kat nu slapen, ja toch? Miauw, 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 miauw. I believe in miracles. You wanna know. Your sex thing. Ik vind niet dat je heel slecht bent. Yo, mensen. Ik ga aankomend weekend ga ik naar Ibiza. Wie wilt dat ik ga vloggen? Ik had meer enthousiasme verwacht. Maar lieve mensen, welkom weer in een nieuwe video. Mijn naam is Slotta. Je kan abonneren als je dat niet gedaan hebt op naar 110.000 abonnees. We gaan fucking leuke dingen doen. Want wat weet je wat we gaan aan doen? Deze video. We gaan deze video mijn top 7 packs laten zien. Fucking tof, niet? Fucking wauw, niet? Wel, niet? Wel, niet? Ja, er zitten echt fucking leuke packs bij. We doen bijvoorbeeld eerst doen we 2 packs, doen we daarna nog 2 packs. Doen we nog eentje, doen we een beetje andere packs er tussendoor die echt fucking kut waren. Dan ga ik jullie een beetje laten zien wat het allemaal was. Waarbij ook een paar meme-pieces ertussen zitten, want er waren ook een paar dingen echt compleet misgegaan, of niet, poes? Normaal luistert ze wel, hè? Oké, dames en heren, we gaan dus even alle packs doornemen. En daar heb ik gewoon tering veel zin in. En we gaan gewoon tering hard memen. Dan heb ik gewoon tering hard memen gaan we doen. Dan heb ik gewoon heel veel zin in. Gewoon heel hard memen. Dat gaan we doen. Godverdomme. Godverdomme. Ja. Oh, lieve mensen. Oh, lieve mensen. Dit is niet dat die begonnen. Dit is gewoon kijken. Maar wat voor packs zijn dit? Maar dit hoort er nog niet bij, dames en heren. Dit hoort er nog niet bij. Team of the season, La Liga. Aad met de gouden vingers. Aad. Met Messi of Griezmann. Ja. Het kan maar één van de twee zijn. Dat is duidelijk. Ben Jedder, dat is zo. Ben de spitsa van Sevilla. Ik denk, ja, ja. Ja, ja, Sevilla. Aad, ook tering hoor je held. Aad, shout-out de Aad. Fucking mooie vet. Segolasso, de mannen, fantastisch. Ben, kom. We kunnen nog één keer pakken. 18 op de season. Season 1. Van de La Liga. Welke is het? Het is een hoge kaart. Het is een 90 plus reden. Het is Oblak, niet weer een tyfuskeeper. Godverdetering, tyfus. Oké, laten we beginnen met nummer 7. Zin in. Leuk. Nummer 7. Komt-ie. Gaan we lekker weer zitten. Oh, transferlijst is de andere kant op. Oh ja, megapakket. Oh nee, eerst even 100k pakketje. Gewoon eerst even 100k pakketje, gewoon voor het gevoel. Gewoon even dat je denkt van, oké, okay, lekker. Even 100k pakketje. Ja. Nice! Fuck out, nice! Wow. Hey, dat is zo'n, wat is het? Wat is dit dan? Het is toch best wel ziek? Dat is gewoon een klein meme-pie. Cardebal, Rory's, fucking chill. Fucking goed, hartstikke prima. Was op dat moment was het gewoon 105.000 munt of zo. Gaan we gelijk door, nummer 6. Yeah. Ik ga even daarheen kijken, want dan zie ik als ik dan eenmaal terug ga, dat het iets goeds is. Toch? Lala is gewoon een goede pick. Hebben we ook gewoon heel lang gebruikt, hoor. Lala. 86 geleden. Everybody. Komt die jongens. Komt die, komt die, komt die. Nummertje 5. Wat een player pick. Dit was echt heel ziek. Dit was echt tering lekker. Hebben we tering lang gebruikt, was fucking goed. Totdat we hem uiteindelijk hebben gediscard. Jullie weten waarom en dat gaat ook nog komen in deze video. Maar jullie weten waarom als jullie me gevolgd hebben dit jaar. Maar fucking blij mee. Komt nummertje 5. Als we weer een walkout krijgen, lieve mensen, zou het toch wel zijn. Krijgen we packs. Doe een walkout. Doe een walkout. Yeah, weer een walkout. Yeah, 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 yeah. Nu is het wel gewoon een gouden. Nu is het normaal. Maar oké, wat is het dan? Het is een Argentijn. Het is een spits. Het is ja, en nu denk je, Higuaín, dat is niet zo heel erg veel. Maar zit er gewoon Dijk en Buffon er nog achter. Zo, wat een zieke pack. Hier kregen we aardig wat coins door. Kon ik wel aardig mijn team upgraden. Maar dat is het verschil met dus die rode packs en die normale packs. Die normale packs kun je verkopen en die rode packs moet je uiteindelijk in je team gooien. Als je niet in je team gooit, heb je geen team meer aan, tenzij je dan een SBC kan gebruiken. Oh mijn god! Mijn god! Zo, dit is ziek! What the fuck? Oké, die is niet zoveel, maar deze wel toch? Oh. Nummertje 4 fromage! Toch? Zo heet dat toch? Zo, kaaspizza. Fromage. Spelen krijgen. Als we gewoon een team of the season krijgen, zou het gewoon fantastisch zijn. En het is een walkout! Het is een blauwe! Nou, nah, dit gaat toch snel! Wat is dit? Waarom? Jezus! Oh, dat is een aardige kaart hoor! Jezus, wat een ziek kaart man! Cavani! Jongens, dit is allemaal hartstikke prima!
Ja, het is een beetje de moraal van het verhaal, hè, jongens. Fuck, is je kaart, kan je hem packen. Pack je met eigenlijk een treble, omdat je die League 1 SPC had gedaan. Dat je dan één gouden speler krijgt uit de League 1. Maar 95 Cavani is gewoon fucking ziek. Is wel de hoogste kaart die ik op gepackt heb. Oh nee, één na hoogste kaart die ik gepackt heb. Nummertje 3, lieve mensen. Daar gaan we, nummertje 3. Komt ze maar. Vroegen aan mij of ik seksuele voorlichting wil geven op het kanaal. Doe maar niet. Lieve mensen, dan moet je niet van me binnen. Nee, maar dat kan je helemaal niet willen. Als je, ik kan toch geen seksuele voorlichting geven op dit kanaal. Dit is echt het laatste wat je wilt doen, lieve mensen. Oh. Vorige week hadden we Ronaldo hierin, dus ik verwacht hier oprecht gewoon helemaal niks bij. Want onze playpicks zijn altijd hartstikke goed, dus ik vind het allemaal wel prima. Tadaa! Dit is toch te bizar voor woorden. Dit is toch echt te bizar voor woorden. We hebben die fucking 89 Pogba al en nu krijgen we de 90. Dit is toch te fucking bizar voor woorden. What the fuck is dit? Fuck off, jongen. Het is zo ongelooflijk ziek. Dat was dus nummertje 3, dames en heren. Dan kregen we Pogba terwijl we 89 al basis hadden. Nu gaan we nog een paar miempjes tussendoor doen. Een paar video's die jullie tering grappig vonden over het jaar. Dan gaan we nog een paar erbij halen. Nog eentje was. Nog een paar raden. Europa League kaart. En dit is ook de kneus, dames en heren. De lul die Ben heeft uitgeschakeld, lieve mensen. Heeft Ben uitgeschakeld. Dus eigenlijk Ben en Baluta, laat je niet ballen in je ota, lieve mens. Baluta, laat je niet ballen in je ota, lieve mensen. Alsjeblieft, alsjeblieft doe het, alsjeblieft doe het. Mijn god! Yes! 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 Oh mijn god! Yes! Oh mijn fucking god! Fucking god! Oh, oh mijn fucking god! Oh mijn fucking god, screenshot. Voor zover de memes, lieve mensen. Want Ben komt er natuurlijk ook in voor. Dat wil ik eigenlijk als nummertje 1 doen. Maar omdat het eigenlijk dan automatisch nummer 1 zou zijn, heb ik die er niet bij gedaan. Voor een top 8 vond ik prima. Dit is nummertje 2, dames en heren. Dit is nummertje 2. Komt-ie. Wees er klaar voor. Komt-ie. Even premium Premier League Team of the Season. Als hier geen goede speler tussen zit, dan kap ik er gewoon mee. Dan ga ik gewoon alleen maar geld spenderen. Geef me gewoon één goede speler, niet weer een fucking doel, man. Dan word ik gek. Come on. Come on. Gini van Holland. Virgil van Dijk! Yes! 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 Fuck yes! Yes! Oh, come on. Lekker, zeg. Lekker vochtige. Lekker vochtige. Oh, wat is dit lekker. Wat is dit lekker. Wat is dit lekker dan, lieve mensen. Godverdomme. Oh, lieve mensen. Godverdomme lekker. Ik ben... Hele plasma. Oké, okay, dames en heren. Dat was nummer 2. En eigenlijk hoef ik jullie niet te vertellen welke nummer 1 is. Voordat we nummer 1 gaan, doe nog even je duimpje omhoog op deze video. Zou ik heel erg waarderen. En laat ook even zeker weten wat jullie nog willen zien in de komende weken. We gaan nog één keer de Discord chat doen. We gaan nog zeker wel de andere video doen die we laatst gedaan hadden met Milo. Waar jullie ook echt eigenlijk nog een vervolg moeten hebben. Maar in ieder geval, laten we doorgaan. Nummer 1, onbetwist. Maar we gaan hem nog even erbij halen. Ik heb een kleine compilatie van gemaakt. Ik hoop dat jullie het tof vinden. Let's go. Jij daar. Hm? Ja? Heb jij alweer Elite gehaald? Ja, klopt. Heb jij meer dan 5 kansen om Ronaldo te bekken? Hij zou eens moeten weten op dat moment. Bekken. Hij zou ja, eens moeten ik heb meerdere Team van de Week pakketten. Dan heb jij dikke pech, vetklep, want jij gaat hem echt niet pakken. Fuck you! De centrale verdediger uit Hongarije. Ja, oh ja, die natuurlijk. Orban. En wat is die weer goed? Wat is die weer keihard? Ongelooflijk. Orban, is dat niet trouwens van die dictator, die Orban? Waarom Orban nu pas wordt aangepakt? Premier Orban is in Hongarije hard op weg naar alleenheerschappij. Ah! Je vader is een dictator! Oh! Papa, doe eens even normaal tegen die mensen. Die mensen. Chill the fuck out, mate. We hebben Cristiano Ronaldo. En die is natuurlijk gewoon 3 miljoen. En als die packen, dan laat ik gewoon echt mijn blote token zien. Hier zo van... Zou het toch een partijtje lekker zijn als we Cristiano Ronaldo kunnen pakken? Oh man, ik moet nog wel eens even. Ik ga echt zo tenen hard gillen als het gebeurt. Of Aguero, dat zou ook gewoon leuk. Oh, Aguero zou ook gewoon fijn zijn. Maar ja, weet je. Het gaat niet gebeuren, Frank. Je kan wel hopen, maar het gaat niet gebeuren.
Laat het gewoon proberen. Weet je, ik heb sowieso al van, het gaat niet gebeuren. Toch by far gewoon het beste wat er is gebeurd in deze video. Mensen, deze video duurt gewoon 5 uur lang. We gaan gewoon met 5 uur gaan we hiernaar kijken. Zo. Dit was mijn top 8. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Het was tering chill. Ik heb tering hard gelachen. Toch even leuk om die packs even te kijken. En daarop terug te kijken op een mooi seizoen. FIFA 20 komt binnenkort er weer aan. Lieve mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog zou ik heel erg tof vinden. Hartstikke bedankt voor de support over het jaar. We gaan tering hard door. Er komen heel veel leuke video's aan. Die kan mijn Discord server checken hieronder. Je kan abonneren als je het niet gedaan hebt. En duimpje omhoog zou ik ook super tof vinden. Lieve mensen, ik hou van jullie. Heel fijn weekend nog. Geniet nog van je vakantie als je die hebt. Of als je naar school gaat, doe je best. En ik zie jullie snel. En ik hoop gewoon dat jullie heel prettig, leuk leven hebben. En ik zie jullie allemaal bij de volgende video. Kusje van mij. Ciao. Yo.